Die saus, knoflook, we gaan toch dood, vandaar dat ik toch rook. Recorden, maak een artwork, droppen, volgende, eeuw, ze zeggen. Fucking J-Lion. En ik ben dit de hele dag aan het doen. Dodelijk. Licht de camera, actie. Kijk uit mijn raam, zie transacties. Ben van het werk, niet het flex of swag. Snel en simpel, pak een erapet en camouflage vind ik vet. Bewegen om te overleven, dus ik ren een stack. Snelle zaken, snelle track, snelle seks en ik ben weg. Waren gangsters, maar ze showen geen love. Ik dacht ze waren gangsters, maar ze schreeuwen gewoon heel hard, maar ze zijn zacht. Fake guys, fake meis. Zoveel fake guy, chillas en straatbroer. Je zit gewoon in Dubai. Yo, je denkt dat het echt is, ik herken het. Jij denkt dat die rapper echt is? Yo, dit is de motherfucking J-Lion, man. Fake guys en fake meids. Yo, keertje ga ik echt die podium op en klap ik hem met zijn motherfucking mic, man. Dit is J-Lion, bitch. Yo, check dan. Dus ik moest een strijder een lift geven naar bam, voedselbank, weet je wel. Maar dan zit ik te denken van, we hebben mensen die praten over oorlog in Oekraïne. We hebben boys die te veel kijken naar de NOS, die één keer per jaar dan helemaal losgaan met dat Free Palestina, weet je wel. Dan gaan ze demonstreren, lijp doen en dan vervolgens zitten ze de rest van het jaar binnen met een muilkorf op, met een varkensspuit in een arm, thuis met de avondklok, weet je wel. En ik denk gewoon dan van, jongens, je weet toch, leg je telefoon neer, log uit en kom even checken dan. Kom even naar buiten dan, weet je wel. Want er vindt hier buiten gewoon een oorlog plaats. Voor je deur, begrijp je wat ik bedoel? Ik bedoel, het is goed dat ze er zijn en shout-out naar alle vrijwilligers. Maar voedselbank, what the fuck, man? In Nederland? What the fuck, joh? Weet je wel, hoe dan? Begrijp je? En heb je ook van die, we hebben inmiddels geleerd door die crisis van de afgelopen 3 jaar, waar ze het nog steeds wel eens over hebben, wat misschien wat dreigt een comeback te maken. Je weet waar ik het over heb. Pandemic, weet je wel. En toen hebben we echt geleerd dat mensen de overheid niet zien als iets wat hun dient, maar zij zien zichzelf echt als dienders van de overheid, toch? De schapen. Vele van onze medemensen helaas. Maar de overheid wordt eigenlijk onze diener, toch? Ze hebben geen werk, wij betalen ze. Weet je, wij betalen ze om dat te doen, om snap je? En kijk, als ik wat schilders inhuur en ze fokken de boel op, kan ik niet de vuilnisman de schuld geven. Dus ook met de overheid. Dus wat hier allemaal fout gaat, als het de schuld is van de overheid, is het de schuld van de overheid, begrijp je? Dus mensen zeggen van, ja, de overheid kan niet allemaal doen, je kan niet verwachten van de overheid. Van wie dan? Wie betaal ik dan om het te regelen, begrijp je? Kijk, dan moeten ze het belastinggeld teruggeven en aftreden. En snap je, en zeg van, nou ja, we kunnen dit werk niet aan. We gaan wat anders doen, begrijp je? Maar goed, dus wat ik bedoel te zeggen is, dit zijn echt oorlogtaferelen, weet je wel? Dus je kan dan niet Nederland meer een welvarend land noemen, dat is wat ik bedoel. Maar goed, het is fijn dat er een voedselbank is, snap je? Voor, ja, je dacht, want het is gewoon, de situatie is dus niet houdbaar in Nederland. Maar het zijn dus echt oorlogtaferelen, dat is wat ik bedoel. Dus je kan dan, het is fijn dat het er is, maar je kan Nederland geen welvarend land meer noemen. Met dingen als voedselbank, dakloosheid. En dat wil ik dus ook zeggen. Ik had het laatst over die junks, toch? Bij ons in de wijk. Begrijp je? En het was best wel een chille wijk van al die jaren, snap je? Vooral Klarendal. Dat hebben ze echt veilig gemaakt en noem maar op. Maar toen kwam die ene burgemeester, weet je wel, met zijn hyena-acties en zo. En hij jaagt alle dealers en junks de wijken in. Dus het is geen probleem, het is geen problem solver. Het is een probleem verschuiver, weet je wel. En eigenlijk is dat, ja, dit is een meer onschuldig voorbeeld. Maar dat rookvrije generatie, dus kinderen mogen niet meer roken op het schoolplein. Weet je, dan staan ze vervolgens buiten allemaal op de stoep. Je kan amper nog langs een school lopen zonder dat de hele legers, docenten en leerlingen op de stoep staan te paffen. En overal peuken op de grond. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Het is één grote pijn op. En ik denk van, wie verzint dit beleid? Welke ezels verzinnen dit? Weet je wel, wat is hun probleem? Waar hebben ze last van of zo, snap je?
denk van, je kan beter wat mensen uit het speciaal onderwijs, hoe je dat ook noemt, het beleid laten voeren dan deze ezels, weet je wel. Maar goed, dus die junks lopen de hele tijd rond in de wijk en bij de Albert Heijn te bedelen, toch? Maar op een gegeven moment, ze sluiten je dus ook in. Ik zag het laatst met een familielid, zeg maar. En de een, snap je, de ene gaat aan die kant van de deur staan, de andere aan de andere kant, begrijp je? En ze sluiten mensen echt in, snap je? En dan vragen ze om geld. Maar dan is er niks aan de hand. Dat valt niet onder dat zogenaamde straatintimidatie of weet ik veel wat allemaal. Maar ik snap het wel, weet je, vroeger hadden die daklozen een boot. Ze hadden een dakloze boot waar ze konden verblijven en een drugsboot. Of het was all in one. Ik weet niet meer precies hoe die, weet je, ik weet daar niet zoveel van. Maar ik weet wel dat het er was. Maar nu zijn die schepen aan de Rijnkade, dat is opvang voor Oekraïners, weet je wel. Maakt niet uit wie ze zijn trouwens hoor. Het gaat niet om Oekraïners. Het gaat gewoon om dat men dus niet meer terecht kan, weet je wel. Het is gewoon geen leuke situatie meer, weet je wel. Ik zou ook mensen afraden om uit de auto te stappen bij de Rijnkade. Dat zeg je eerlijk. Doe je ramen dicht en deur op slot als je daar rijdt, want het is puin, weet je wel. En ze gaan het uitbreiden ook. Weet je wel, ik dacht de laatste de Rijnkade lijkt nog korter te zijn geworden, want het is bestemmingsverkeer. Je kan daar ook niet meer rijden. Op een groot gedeelte ervan. En laatst, het wordt steeds kleiner. Het gedeelte waar je wel mag rijden, zeg maar. En toen realiseerde ik me van ja, het hek is naar voren geschoven en er staat nog een boot. Dit is echt overmacht. Op zich hadden we het bij het juiste eind, snap je? Dus we zagen net die zwarte transport al rijden, daar in de verte. Die man heeft dus waarschijnlijk een werkdag achter de rug. En nu gaat hij gratis eten en slapen en parkeren op onze kosten. En de Rijnkade is dus uitgebreid. Dus nu staan er 2-3 daklozen bij jou in de Albert Heijn geld te vragen. Maar straks zijn het er 6 of zo. Snap je? Dat gaat ook verdubbelen. Vraag me dan ook af of de burgemeester het wist toen zijn heksenjacht op buitenlandse jongeren begon in op de Rijnkade. Of dat ze gewoon zeiden, nou meneer Marcouch, beginnen al die Turkse, Arnhemse en Nederlandse jongeren alvast van de Rijnkade te weren. Want binnenkort komt er een schip en komt er een oorlog in de Oekraïne. Of was het van zij dus gewoon, nou begin alvast dat zij het al wisten, de hogere hand. En dat ze gewoon alleen maar tegen Ahmed zeiden van, nou jij moet het voer uit, de Rijnkade moet leeg. Waarom? No questions asked. Dat vertellen we je later wel. Snap je? Dus de hoge hand wist wel wat er gebeuren ging in 2022. Maar Marcouch die wist alleen maar, die had alleen de orders om de Rijnkade alvast schoon te vegen. Toen realiseerde ik me van ja, het hek is naar voren geschoven en er staat nog een boot. Weet je, want het staat ook in de media. En nog iets, hè, want mensen doen alsof het heel moeilijk is, maar we hebben, ik ga 1 NGO noemen, de VN, dat is een van de grootste en dat is, mensen denken het is allemaal heel ingewikkeld, maar de VN bijvoorbeeld, ze bestaan al wat, bijna 80 jaar, ze krijgen 40 miljard per jaar, dit is één van de vele NGO's van dat soort instituties, weet je wel? Kijk, ze hebben het over ze willen honger de wereld uit. Kijk, ze hebben het over, ze willen een einde maken aan honger in de wereld. Aan hongersnood. Kijk, die dingen zijn niet moeilijk, hè. Dan denk je van, ja, maar zoveel mensen. Nee, maar kijk, je moet het simpel maken. Jouw buurman heeft niks te eten. Je geeft hem een bord eten, klaar, opgelost. Dus kijk, met 40 miljard kan je echt wel mensen in de wereld, iedereen gewoon in de wereld verschaffen van een bordje eten, hoor. Dus het is niet moeilijk of zo, snap je? Het is echt niet moeilijk. En dus het is gewoon bewust, begrijp je? Kijk, en men denkt dan dat het super ingewikkeld is. Want, je kan toch niet ineens dat er geen honger meer is. Je kan toch niet. Kijk, de VN bijvoorbeeld, dat is een van de grote, zeg maar. Die bestaan al bijna 80 jaar of zo.
krijgen 40 miljard per jaar. En dit is een van de vele NGO's. Dus je kan mij niet zeggen van dat ze hongersnood in de wereld niet allang, zeg maar, hadden kunnen oplossen. Begrijp je? Als ik iemand hier zie die doodgaat aan de honger, ik geef hem een bordje eten, toch? Zo simpel is het. Dus, snap je, met al dat geld is dat gewoon mogelijk. Maar het is gewoon een bewuste keuze. Snap je? Van, ja, het geld gaat gewoon naar offshores van corrupte politici. En naar de wapenhandel en farmaceutische industrie enzovoort enzovoort. Dus ja, als jij een kind op het nieuws dood ziet gaan aan de honger, of iemand die gebombardeerd en doodgaat in een of andere oorlog, besef wel, je bent hier medeplichtig aan als jij niet kiest gewoon voor een eerlijke en competente overheid. 22 november, toch? Ja, FVD is het enige alternatief.